Mijn naam is Rune Pijtersen en ik ben beeldend kunstenaar. Van mij in de Stedelijk zullen 12 foto's te zien zijn uit een reeks van ongeveer 30. En het zijn bewerkte screenshots die ik heb gemaakt naar aanleiding van de demonstraties en de onrust in onder andere Istanbul vorig jaar. Ik wilde ze problematiseren door ze in een nieuw setting te brengen. De selectie van deze 12 is een soort afweging van enerzijds iconische momenten. Vaak zitten ook heel veel referenties naar oude schilderijen of oude meesters in. En tegelijkertijd ook een poging om de abstractie en misschien zelfs de beeldentaal of de vormentaal van zo'n demonstratie, van die opnames te laten zien. Als we nu in een museum rondlopen en kijken naar nogmaals bijvoorbeeld Goya of scènes van Jeroen Bos, dan is dat eigenlijk verschrikkelijke dingen die daar plaatsvindt. Maar we kijken ze nu voornamelijk vanuit een esthetisch ooghoek. Daar zit een soort dubbelheid in. En die dubbelheid wilde ik eigenlijk ook graag in een modern jasje gooien.